What's up guys, Kevin hier, tof dat je er bent. Nou, vandaag ga ik juist kijken met jullie waarom je niet met RAW moet schieten. Alleen met JPEG. Nou, ik doe het heel veel met mijn werk. Aantal redenen. En die wil ik met jullie vandaag doornemen, dus let's go. Normaal gesproken zou je bij RAW zeg maar achteraf gewoon lekker met je licht kunnen spelen, je vliesing kwaliteit. Nu dus wel. JPEG moet je gelijk goed doen. Volgens mij waait dat echt veel te hard, dus ja, ik denk dat we maar terug naar de studio moeten. We zijn weer terug in de studio, het is even niet anders, want ja, het was veel te winderig. Anyway, punt 1 is dus eigenlijk dat je op locatie veel meer gaat nadenken over het licht. Je gaat veel meer kijken naar het licht, de temperatuur van het licht ga je ook kunnen kijken. En dat is een hele belangrijke, want witbalans achteraf aanpassen is gewoon heel erg lastig. Dus dat is punt 1. Punt 2 is een punt wat eigenlijk daaruit voortvloeit. Dat is creativiteit. Wat er namelijk gebeurt, je gaat op locatie ook kijken naar het licht. Je gaat op die plek zelf gaan kijken hoe kun je het licht gebruiken. Wat zijn je problemen, wat werkt niet. Om een voorbeeld te noemen, stel je voor, ik ben op een locatie, ik vind het een beetje weinig licht is, ik vind het wel een leuke achtergrond, ik wil er eigenlijk mee gaan werken. Dan ga je op dat moment ga je eigenlijk heel creatief nadenken, hoe kan je het wel werkend maken? Bijvoorbeeld, je hebt op een gegeven moment een muur aan de zijkant, die muur is gelukkig licht van kleur, wit bijvoorbeeld. Dan kun je die muur gebruiken, omdat ja, wit, weerkaatslicht, vult toch een beetje je gezicht van een persoon. En dan kun je daar je onderwerp plaatsen, op dat soort manieren. Of je gaat kijken, nou ja, je wilt op een gegeven moment de straat hier fotograferen, de hoek is net te donker, je wilt het toch wel mooi in kaart brengen. Je wilt een mooie foto van maken, dan ga je bijvoorbeeld kijken naar reflecties. Ik had het in New York bijvoorbeeld, dat was veel schaduw, maar je had ook weer lekkere reflecties. Dus op een gegeven moment ging ik kijken, oké, deze locatie vind ik wel vet. Oh, ik zie daar een stukje licht, want dan komt de reflectie van het licht komt daar. Dus op die manier ga je een beetje kijken, dat is creativiteit. Dus je gaat niet alleen kijken naar hoeveelheid licht, maar je gaat ook kijken hoe kun je je licht zodanig gebruiken dat je toch je foto kunt maken. Ja, en mijn punt 3, natuurlijk zijn er veel meer redenen om wel voor JPEG te gaan of juist niet voor JPEG, maar mijn punt 3 is toch echt snelheid. Als je een hele reeks foto's moet maken, je weet nu al dat je niet heel erg veel nabewerking wil gaan doen, dat is niet nodig. Of je gebruikt het alleen maar voor doeleinden waarbij het helemaal niet te zien is. Ja, dan zeg ik, ga juist dan voor JPEG. Dan beoordeel je natuurlijk veel beter hoe je foto's worden op dat moment. Je gaat veel meer voorwerk doen. En dan is de foto uit je camera al bijna goed. Je kunt natuurlijk altijd een beetje fine tweaken. Let op, je verliest natuurlijk wel. Maar dat is mijn reden. Je gaat veel sneller werken. Je hebt natuurlijk minder data. Dat is ook een dingetje, maar echt veel sneller werken. Je hoeft er niet meer helemaal doorheen. Je hoeft niet meer daarna te exporteren naar JPEG. Dus je hebt gewoon gelijk je goede bestanden. Natuurlijk zijn er gewoon wel dingen waar je rekening mee moet houden. Dit zijn 3 punten waarom je bijvoorbeeld met JPEG zou werken. Natuurlijk zijn er ook heel veel punten om het juist niet te doen. En natuurlijk zijn er ook weer meer punten om het wel weer te doen. Dus jongens, je moet zelf even kijken. Dit zijn mijn 3 punten. Let wel op, JPEG is compressie. Dus ga je dikke platen maken, doe dat dan niet. Schiet maar RAW. Ik kan heel lang over praten, maar dat is gewoon zonde. JPEG moet je niks meer doen, moet je niet meer sleutelen. Uit de camera, klaar, gebruiken, genieten, klaar. Wat ook belangrijk is, JPEG is ook afhankelijk van het merk dat je gebruikt. Sony dus weer anders dan Canon, dus de kleuren kunnen er anders uitzien. Panasonic doet dat ook weer anders dan Nikon. Dus je moet gewoon kijken per merk hoe de kleuren eruit zien. Fujifilm is ook weer eentje die heel erg een eigen karakter heeft, dus let daar heel erg goed op. Ja, dat was hem eigenlijk, dat wilde ik even met jullie delen. Ik schiet veel met JPEG om deze 3 redenen. En het is natuurlijk ook gewoon een stukje challenge, dus ga die uitdaging met jezelf aan. Bij wijze van doe je het gewoon even een weekje, doe je alleen JPEG, kijk je even hoe de foto's eruit komen. Kijk ook even inderdaad wat je nog eventueel aan nabewerking kan doen. Ik raad het niet aan. Maar probeer het gewoon even. Dan heb je even een challenge. En kijk ook even hoe dat voor jou werkt. En gebruik het dan ook. Weet je, ga je een leuke vakantie doen, maar je gaat er niet allemaal zitten bewerken. Tuurlijk, JPEG, lekker makkelijk. Minder data, minder harde schijven, ellende, shit. Gewoon makkelijk. Dat was hem, jongens. Tof dat jullie er waren. Als je nieuw bent, hartstikke leuk dat je er was. Kom zeker even terug. Abonneer ook even op mijn kanaal. Zit je op de app, doe even een notificatiebelletje aan. Ik zit ook op Instagram. Ben ik wat vergeten? Nee, ik zie je volgende keer weer.